Dag mevrouw, wat bent u vandaag aan het doen? Ik ben lekker aan het wandelen met mijn baby. Ik kom net van school en ik had eventjes iets nodig bij de kruidvat. Dus dat heb ik net gekocht. En waarom ben je niet aan het werk? Ja, ik ben al pensionade. Omdat het mijn parttime dag is. Momenteel omdat ik gewoon student ben. Dus ik heb een bijbaan hiernaast. Bent u op de hoogte van de campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vrouwen meer te laten werken? En wat vindt u daarvan? Ik ben ervan op de hoogte. En ik heb altijd heel veel gewerkt. Dus ja, ik heb er geen mening over. Ja, ik vind dat van wel. Ze mogen best wat meer doen. Ik vind dat het een vrije keuze van elk mens, dus ook van vrouwen, moet zijn hoeveel uren zij zouden moeten werken of willen werken. En u zei net dat u parttime werkte. Verveelt u zich dan niet op uw vrije dagen? Nee, ik heb één vrije dag. Ik werk 32 uur in de week en ik heb een behoorlijk intensieve baan. Dus en dan verveel ik me helemaal niet. Dan ga ik gezellig winkelen. Ja, ik vind het op zich wel goed. Maar ik denk dat vrouwen ook wel heel veel andere taken hebben. Dus het is niet altijd makkelijk om fulltime te werken. Dus dan zouden mannen ook misschien wat meer in het huishouden moeten doen of voor de kinderen moeten zorgen. Het is als je vaker een soort van tegenovergestelde ziet en steeds meer vrouwen ziet die gewoon focussen op hun carrière, dat andere vrouwen daardoor ook geïnspireerd worden om dat dan te gaan doen, dat denk ik. Wat voor advies zou u willen geven aan die jongere generatie vrouwen? Kom van de bank af, doe wat. Ja, actie, niet zo lamlendig zijn. Je mag het haast niet zeggen, de jeugd van tegenwoordig steeds luier en gemakzuchtiger wordt. Het arbeidsethos, dat is ver te zoeken. Ja. Oké, heel erg bedankt. Ja. Nou, graag gedaan.